Voorzitter, waarom zou de heer Schoof de heer Wilders moeten normeren? Dat moeten de fractievoorzitters doen. Dat zal een coalitie moeten doen, als ze het al willen doen. De heer Schoof komt op voor de burgemeester van Amsterdam. Nou, dat is zijn goed recht. Hij mag het instituut beschermen en hij mag de burgemeester van Amsterdam beschermen. Maar waar staat in welke rechtsstaatsverklaring dat je geen kritiek mag hebben op een burgemeester? Dat je niet zou mogen zeggen, die burgemeester moet ophoepelen. Waar is dat dan vastgelegd? Wat een onzin, totale onzin. De minister-president komt ervoor op. Ik vraag me af, kijk, als minister Matlener het had gezegd, of minister Faber het had gezegd, dan had de minister-president een probleem gehad. Dan moet hij dat uitleggen. Want dan wordt er inderdaad geknaagd aan de opvatting van de regering. Maar voorzitter, dit is theater, totaal theater. Ik heb er ook geen kaartje voor gekocht, maar ik weet wel dat het morgenavond waarschijnlijk bij de begroting weer gewoon een uur verder gaat, want men blijft ernaar op zoek. Wat zegt de heer Klaver? Nee, niks van aantrekken, doorgaan. Nee, maar dit is theater. Want voorzitter, vroeger zou de heer Van der Staaij, denk ik, naar de microfoon zijn gekomen. Hebben gezegd, hier lopen totaal de rollen door elkaar. Nou ben ik het. Maar het is namelijk niet terecht om de minister-president in de schoenen te schuiven dat hij de heer Wilders niet normeert. Dat gaat werkelijk alles te buiten. Het is namelijk helemaal zijn rol niet, zijn taak niet. Hij zal het kabinet, en dat is al moeilijk genoeg, dat geloof ik meteen, in de basis moeten houden en zorgen dat daar geen uitglijders worden gemaakt en dat er wordt geleefd aan resultaten. Maar nogmaals, voorzitter, op deze manier een debat, ik vind het een debat totaal uit zijn voegen laten gaan, is niet oké. Dus dat moeten we ook niet doen. Voorzitter, kous af.